Fabian Sporksleden. Uh, zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma. Altijd een zware kluif. Maar ik denk zeker dit seizoen, gezien de dominantie van, uh, van die ploeg en PSV, een hele lastige tegenstander. Hè? Ja, tuurlijk. Van tevoren, uh, als je tegen Ajax of PSV uh, moet spelen, dan weet, je, uh, dan weet je wat je kan verwachten. Uh, ze hebben uh, elf goede spelers op het veld staan. Waarschijnlijk de hele bank is ook nog goed. Dus dat, uh, dat is gewoon lastig. Maar uh, tegen PSV denk ik dat we. Uh, ja Dat we het goed hebben gedaan als team, hebben we laten zien dat, uh, dat er absoluut ook kansen waren als, als, uh, als het net wat anders was gelopen. En uh, daar moeten we ons aan vasthouden. Ja, want die wedstrijd moet de blauwdruk zijn voor morgen denk ik ook. Ja, precies. Wat je al zegt, PSV en Ajax staan nu eigenlijk een beetje op uh, eenzame hoogte. Dat lijkt me duidelijk. En uh, tegen PSV thuis uh, ja, werd er ook vrij weinig van ons verwacht. Op dat moment en zijn we toch naar huis gegaan met het gevoel: van oké, okay, de supporters uh, hebben we wat kunnen geven. En dat, zo moeten we ook uh, morgen die wedstrijd ingaan. Misschien is het niet vooraf een wedstrijd waarvan je denkt: van hier moeten de punten gepakt worden. Maar goed, in de huidige situatie waarin NAC zit, een stuntje, dat zou natuurlijk wel lekker zijn, hè? Ja, tuurlijk. Het is nu punten bij elkaar sprokkelen. Elk punt is. Uh, elk punt, uh, ja, is goud waard voor ons op dit moment. En uh, ja, we, kijk, je gaat geen wedstrijd in uh, om te verliezen. Je gaat geen wedstrijd in om uh, van tevoren te zeggen: hier is, uh, hier is niks te halen. Er zijn uh, drie punten die je kan verdienen. En uh, zo moeten we ook gewoon die wedstrijd ingaan. We willen het niet al te lang hebben over vorig jaar, maar jij was een van de spelers die vorig jaar op het veld stond. Uh, ik kan me voorstellen, een hele wrange smaak brengt die, de, brengt die wedstrijd boven. Brengt dat nog zoiets met je mee van ah, dat gaat ons sowieso niet meer overkomen? Um, nou ja, kijk, uh, die wedstrijd van vorig seizoen dat was, uh, dat had een desdanige uh, invloed. Um, ja, dat ik op dit moment kan ik me dat nog heel goed uh, herinneren. En dat, uh, dat zegt wel genoeg. Dat is niet met elke wedstrijd zo. En uh, uiteindelijk ja, weet je, moet, moet je toch uh, je trots aanspreken om ervoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt. En uh, ja, alle middelen gebruiken die, die je tot je beschikking hebt. En, uh, kijk, uh, je weet nooit wat er gebeurt, uh, maar wij gaan morgen niet die wedstrijd in van uh, de wedstrijd is al verloren. Want dat is niet zo. Uh, we starten gewoon uh, bij minuut 1 en we moeten gewoon gas geven.